Goedemiddag, Elisabeth Blom en Lorenzo Papolo. Geen echtpaar. Nee, want dat komt natuurlijk ook. Hadden we Bart en Willemijn hier zitten. Koordirigent, docent, dirigentenacademie, initiatiefnemer van de werkgroep Laat ons zingen. Jij bent sopraan, je geeft zangles en je dirigeert ook. Ja, ik ben dirigent en zangeres. Ik combineer twee carrières. Ja. Jij combineert twee carrières. Van de werkgroep Laat ons zingen. Helemaal. Ja, ik zei het zo even tegen Milène. Blijf zingen. Dat is heel belangrijk. Ja, maar zij zegt dat het... Is dat herkenbaar? Het is herkenbaar, ja. Ik denk dat heel veel mensen in onze vakgroep momenteel daar enorm veel moeite mee hebben. Je bent eigenlijk op jezelf aangewezen in deze lastige tijden. Mm-hmm. En omdat het onze passie is, is de grens om het dan weer te gaan doen, wordt door het uitstellen hoe langer, hoe moeilijker om je daartoe te zetten. Ik heb toevallig gisteren voor de eerste keer weer live kunnen dirigeren tijdens onze demonstratie op het plein in Den Haag, waarmee we aandacht wilden vragen voor ons initiatief. En ik kan je zeggen, dat was een zeer emotioneel moment. Je hebt natuurlijk bijna 3 maanden heb je niks gedaan, live met muziek. Wel mooi achter je computer en dat soort zaken, maar dat is een hele andere wereld waar wij niet eigenlijk ons ding in weten te vinden. Want muziek en optreden heeft met mensen te maken, met juist, het publiek. Juist. Is het voor jou herkenbaar, Elisabeth? Ja, absoluut. En, zing jij niet meer? Nou, dat mag ik eigenlijk niet. Ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen. Maar om heel eerlijk te zijn, heeft het op een vrij laag pitje gestaan. Je merkt gewoon maar dat je... Hoe komt dat? Je gaat zingen op het moment dat je gaat voorbereiden voor iets. Dus de koorrepetities hebben stilgelegen. Weliswaar via Zoom is het doorgegaan. Maar je kunt niet samen zingen via Zoom. Je kunt om de beurt zingen. En ik zing zelf bij bijvoorbeeld Capelle Amsterdam, Nederlands Kamerkoor, de professionele koren. Nou, dat heeft ook allemaal stilgelegen. Solo-optredens heeft allemaal stilgelegen. Dus natuurlijk kunt zingen. Maar zingen in je huiskamer is onlosmakelijk verbonden met het optreden dat daarop volgt. Dat geeft die flow, dat geeft die vibe. En de reden dat wij deze actie gestart zijn, of eigenlijk Lorenzo is dat gestart, is dat eigenlijk één voor één alle sectoren in Nederland geopend worden. Mm-hmm. Maar tegen de koren wordt gezegd, jullie kunnen beter niet gaan zingen. En dat is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dat heeft met die aerosolen te maken, toch? Ja, met de luchtdeeltjes die verspreid worden door het... Ja, en er zijn ontzettend veel spookverhalen nu in de media. Want er zijn natuurlijk passies. De ene passie met fatale gevolgen. Groot in de Volkskrant, bijvoorbeeld. Hè, maar dat is allemaal voor de lockdown. Waar inderdaad zo'n superspread events, waar ook de koren onder geschaard worden. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel gebeurtenissen. Zoals het koffiedrinken, het knuffelen met elkaar. Maar vergeet niet dat bij ons altijd doodnormaal is dat als je lang repeteert voor een concert, op het moment dat het concert is en je bent verkouden, zelfs al heb je koorts, kan niet schelen. Je staat er gewoon. Ja, je gaat gewoon door. Dat was de mores. Ja. Wat willen jullie bereiken met de werkgroep Laat ons zingen? Nou, wat wij willen bereiken is dat we per direct weer kunnen starten met het zingen, hè, met het koor zingen. Ja. Dat is uitermate belangrijk. We hebben inmiddels via Koornetwerk Nederland een fantastisch protocol liggen waarmee we allemaal direct aan de slag kunnen. Datzelfde protocol met dezelfde wetenschappelijke onderbouwing is ook gebruikt door de blaasorkesten in Nederland. Ja. Die mogen inmiddels wel repeteren. Ja, dus jullie zeggen dat klopt niet? Dat is scheef. Wat staat er op het spel? Nou, wat er op het spel staat, wij hebben 1,7 miljoen koorzangers in Nederland. Die zijn verdeeld over ongeveer 50.000 koren. Die zijn allemaal lid van die verenigingen. Ja. Deze mensen die gaan op een gegeven moment, hoe langer het duurt, zich afvragen, heeft het nog wel zin om lid te blijven van zo'n vereniging? Dat zou dus inhouden dat heel veel mensen hun lidmaatschap opzeggen. Want jullie mogen en niet repeteren en niet optreden. We mogen niet repeteren, we mogen niet optreden, we mogen eigenlijk helemaal niets. Ja. En tot voor kort was het zelfs zo dat wij buiten ook nog niks mochten. Dat is nu iets veranderd. Hè. We kunnen per gemeente aanvragen of je buiten mag optreden. Dat is in ieder geval een stap in de hele goede richting. Optreden niet, maar repeteren. Repeteren, ja. Optreden niet, repeteren, je hebt helemaal gelijk. Maar ik mag toch wel bij een repetitie komen kijken? Eén persoon misschien. Ja, je mag er geen event van maken. Nee. En wat betekent het voor jullie persoonlijk als je naar de toekomst kijkt? Ja, als je naar de toekomst kijkt, denk ik dat als het verenigingsleven leden gaat missen, dan worden er koren opgeheven. En op het moment dat er koren opgeheven worden, krijg je een enorme leegte
in het cultuurlandschap in Nederland. Want 50.000 koren, nou laten we zeggen dat in een heel erg scenario 10 of 20.000 koren zeggen van wij heffen op. Ja. Dan praat dat je betekent over... ook dus dat dirigenten geen werk meer hebben, zangers, zangeressen, pianisten blijven ook begeleiders, muzici. Alles staat dan op losse schroeven. En in cultuurland is er al een enorme verschaling, heeft er al plaatsgevonden. Mm-hmm. En dit wordt door deze manier van handelen eigenlijk alleen maar nog een keer versterkt. En een manier van handelen die naar jullie mening onterecht is. Ja, dat is het punt dat wij eigenlijk willen maken. Dat het scheef is ten opzichte van de andere sectoren. Want wij begrijpen natuurlijk ook, wat wij beslist niet willen, is dat er koren opgestart wordt terwijl het nog niet duidelijk is of het veilig is. He, dus wij hebben ook eigenlijk alle koren zijn ontzettend, ik wil maar zeggen, nederig geweest. Die hebben allemaal gezegd, we willen alleen zingen als het veilig is. Goed, nou. Eigenlijk hebben wij het gevoel dat wij een beetje gestraft worden voor deze nederige opstelling. Intussen is het namelijk, er is onderzoek wereldwijd, veel onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat het met maatregelen, dat moet ik er wel bij zeggen, dat het kan. Juist. Dus met maatregelen, laat ons zingen. Dat is jullie actie. Zeker. Dat is actie. Ja. Ja. Dank jullie wel. Elisabeth en Lorenzo. Graag gedaan. En voor hoeveel mensen gaan jullie tekenen? Wij gaan tekenen voor 1600. 1600? Zo. Ja, 1600. We hebben een petitie en die is inmiddels ondertekend door 1600 koordirigenten. Dus daar willen wij graag onze handtekening voor. Dat is inderdaad zwart op wit. Absoluut. Precies. Dan mag die ook daarop zwart op wit. Gaan wit we op doen? Zwart. Yes. Ja. Gaan we doen. Dankjewel. ...1600 handtekeningen onder de petitie Laat ons zingen. Dat we ook daar weer van kunnen genieten, van koorzang. Michel die stuurde ons... Leven de kunst en de cultuur. En Jelle zei, for the love of music, we can't live without it. Nou, dat is zo even ook duidelijk geworden. Ingrid zegt, afgelopen zondag waren we weer in de museumfabriek in Enschede. Een museum van verwondering, verbeelding en verankering. Zo fijn om er weer te kunnen zijn.